Een coronarografie is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt met een katheter, en dit vertrekkend vanuit de lies of pols. Het onderzoek vindt plaats in ons hartkatheterisatielabo of CatLab en gebeurt met behulp van contraststoffen en röntgenstraling. Met dit onderzoek wil uw cardioloog mogelijke vernauwingen opsporen om deze nadien te behandelen met een PCI of percutane coronaire interventie. Met een PCI willen we een vernauwing van één of meer kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien met behulp van een ballonkatheter verbreden of openrekken. Als de hartspier te weinig zuurstof krijgt door de vernauwingen, kunt u klachten voelen zoals pijn in de borst, pijn in de armen of kortademigheid en zult u misschien minder fysieke inspanningen kunnen leveren. We geven mee dat een PCI slechts één van drie mogelijke behandelingsopties is. Naast de PCI worden dergelijke vernauwingen, indien mogelijk, behandeld met medicatie of met een bypassoperatie, beter gekend als een overbrugging. In uw geval heeft de behandelende arts geoordeeld dat een PCI de beste oplossing is. Indien u nog niet in het ziekenhuis verblijft op het moment dat de geneesheer voorstelt om een hartkatheterisatie bij u uit te voeren, gaat uw cardioloog u vaak een kleine week voor het eigenlijke onderzoek uitnodigen op een korte informatiesessie in het ziekenhuis. U ondergaat dan ook enkele voorbereidende onderzoeken. Een bloedafname, een elektrocardiogram, een radiografieopname van de borstkas en eventueel een longfunctieonderzoek. Samen met een verpleegkundige wordt uw verpleegdossier aangevuld. Belangrijk hierbij is dat u op de hoogte bent van de medicatie die u inneemt. Als u allergisch bent voor bepaalde producten, vragen wij u ons dit nu te melden. Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, wordt vooraf besproken met uw arts of u deze dient te stoppen voor het onderzoek. Op de dag van het eigenlijke onderzoek biedt u zich aan op de opnamedienst. Indien uw onderzoek 's ochtends wordt uitgevoerd, denk er dan aan u nuchter aan te melden. Wel mag u uw medicatie innemen en water drinken. Is uw opname pas 's middags gepland, dan is een licht ontbijt toegestaan. Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid. Uw lies of pols wordt indien nodig geschoren. Er wordt een infuus geplaatst, bij voorkeur in uw linkerarm. Bloeddruk en pols worden gecontroleerd. Voor uw comfort gaat u best nog naar het toilet voor het vertrek op de verpleegafdeling. Bij het vertrek naar het onderzoek mag u enkel nog een operatiehemd dragen. Alle juwelen, piercings en uurwerken dienen verwijderd te zijn. Een verpleegkundige zal u bij de start van het onderzoek op de onderzoekstafel laten plaatsnemen. Er wordt een elektrocardiogram aangelegd en u wordt afgedekt met steriele doeken. Het is van belang deze doeken bovenaan niet aan te raken. De arts zal daaropvolgend de aanprikplaats verdoven, veelal ter hoogte van de rechterpols, doch indien niet mogelijk via de rechterlies. Er kan dan een dun buisje of sheet geplaatst worden waarlangs de katheter kan worden opgeschoven tot aan het hart. Door het toedienen van een kleurstof worden de kransslagaders zichtbaar gemaakt. Van elke kransslagader wordt een reeks opnamen gemaakt, telkens van een andere hoek. Een camerabuis gaat daarom rond u draaien. Bij de opname kan er gevraagd worden om je adem even in te houden. U mag terug uitademen zodra het u gezegd wordt. Indien ook het rechtergedeelte van uw hart bekeken moet worden, zal uw cardioloog een katheter opvoeren vanuit de lies. Eventueel wordt er een film gemaakt van de linkerkamer om te zien of de hartspier voldoende samentrekt. Hierbij is het mogelijk dat je enkele hartkloppingen en een felle warmteontwikkeling gaat voelen. In kaart gebrachte vernauwingen kan uw cardioloog meteen verhelpen door bijvoorbeeld een stent aan te brengen via de reeds aanwezige katheters of een oprekking van de vernauwde slagaders uit te voeren met een ballon. Wanneer de vernauwing exact gelokaliseerd is, wordt een katheter met een ballonnetje tot in het vernauwde bloedvat gebracht via een fijne geleidingsdraad. Daarna wordt het ballonnetje enkele keren opgeblazen, waardoor het bloedvat ter plaatse opengerekt of verbreed wordt. Tijdens het opblazen van de ballon kunt u tijdelijk dezelfde klachten krijgen als diegene waarvoor u bent opgenomen. Die klachten meldt u best. Vaak zal uw cardioloog overgaan tot het plaatsen van een stent. Een stent is een dun metalen spiraaltje dat op een ballonkatheter is bevestigd. Deze ballonkatheter wordt naar de vernauwing opgeschoven. De ballon wordt opengeblazen, waardoor de stent zich openplooit. Wanneer de ballon wordt afgelaten en teruggetrokken, blijft de stent op zijn plaats achter als een blijvende ondersteuning, waardoor het bloedvat terug openstaat. Na het onderzoek worden de sheets verwijderd. Er zijn twee mogelijkheden om de katheterisatie te verrichten. De ene is via de pols, de andere is via de lies. Vroeger gebeurde het onderzoek meer via de lies, maar de laatste jaren is de pols meer en meer in opmars. Het grote voordeel voor u als patiënt is dat als we via de pols werken, dat u niet hoeft plat te liggen na het onderzoek.
We gebruiken daarvoor een soort afsluitbandje wat gevuld is met lucht en wat we gedurende een zestal uur langzaam laten lossen zodat het bloedvat weer kan sluiten. Het voordeel is dat je op die manier ook soms in dagopname kan behandeld worden. Natuurlijk is het wel zo, als er een stent moet geplaatst worden, kan het zijn dat u de nacht dient te blijven. Een belangrijke opmerking die we moeten maken is dat niet iedereen via de pols kan behandeld worden, omdat soms het bloedvat te klein is om daar langs te gaan, of soms mensen met een bypassoperatie in het verleden kunnen we niet bij de bypassen komen als we via de pols werken.